Nog nooit werden in zo'n korte tijd zoveel Nederlanders lid van de AVRO en lezer van de AVRO-bode of televisie. Nog nooit was zo'n goed programmablad zo voordelig. Pak dat fantastische voordeel nog net even in 1986 en geniet daar volop van in het nieuwe jaar. Bel nu gratis 06-41-42. De AVRO aanstaande maandag. Van welke wereld? Heeft u wel eens last van aanbijen? Over aanbijen, maar bijvoorbeeld ook over spataderen, wordt gesproken in de komende aflevering van Vinger aan de Pols. Aanstaande maandag 5 januari, Nederland 2 om 8 uur. En om 21:55 ook weer opsporing verzochten wij de politie uw hulp inroept. Voor een van de zaken zijn we hier opname aan het maken in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En dat betreft de moord op een jonge Turkse schoonmaker Mustafa Aksoy. Hij werd op 1 december hier in deze werkruimte doodgevonden. Om het leven gebracht door 9 messteken en diverse slagen op het hoofd. Op beestachtige wijze mag je wel zeggen. Verder de verkrachting van een jonge vrouw in Sassenheim, en dat was op 9 december. En de overval op een postagentschap op 12 november. En dan krijgt u zowel van het slachtoffer van een inbraak als van een inbreker te horen waarom u uw huis goed moet beveiligen. Ja, ik hoop u weer aan het scherm te mogen begroeten op maandag 5 januari op Nederland 2 bij de AVRO. De AVRO op maandag. Goed en betrouwbaar. Vanavond de eerste aflevering van een nieuwe reeks muziekprogramma's op hoog niveau, AVRO's Music Hall. Pim Jacobs stelt een aantal solisten aan u voor van internationale en nationale faam. Zoals de klarinetist Eddie Daniels, de zangeres Diane Shore, Jasperina de Jong en Lee Towers. Zij allen worden begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Rogier van Otterloo.